Welkom bij weer een nieuwe tekensessie. Op dit moment gaan we weer nog steeds natuurlijk, want er zijn er heel veel een knaagdier tekenen. Sorry. En deze keer is dat knaagdier een zogenaamde rietrat. Het zijn best wel grote, een beetje beverachtige beesten. Met een nogal plomp uiterlijk. Dat maakt ze op zich heel makkelijk, heel makkelijk. Maar ze in ieder geval wat makkelijker om te tekenen. Ze zijn namelijk behoorlijk gevormd op zo'n manier dat het tekenen wat makkelijker wordt. Met dus vrij ronde oren, zoals je ziet, een vierkante kop, grote snorharen. Ik laat deze een beetje verbaasd kijken, vind ik leuk. Ik geef hem nog even grote snorharen, zo. Dan is de kop ietsje hoger naar boven toe, zien we hier ook. De vacht is redelijk ruig, maar toch ook weer niet heel erg. Dan hebben ze een relatief groot lijf met een hoge rug. Dat probeer ik hier ook te tekenen. Nu ga ik achter de rotsrat. Dat geeft niet. Zo, dan gaan we even terug naar de kop. Zo, daar gaan we. Hop. Ik geef dat even aan natuurlijk dat hij een kaak heeft. Ook al is dat eigenlijk niet zo goed te zien bij het beest. Maar goed, dat is iets dat ik zelf toch wel prettig vind. Deze beeld ik even zo af dat hij licht. Misschien zijn het helemaal niet zulke luie beesten. Ik weet het eerlijk gezegd niet zo. Maar zo zien ze er wel een klein beetje uit. Dus daar maak ik gebruik van. Heeft een beetje bleke onderkant. Bleke snuit met een bleke keel. Dat geef ik zo aan. Hop. Tweede voorpoot moet er natuurlijk ook bij zijn. Ik geef nog even een duidelijke scheiding aan tussen waar de poot begint en waar de poot begint en de voet eindigt. Zo. Hop. Klauwtjes. Niet vergeten. Oké. Zijn voet kies ik ervoor om even zo aan te geven. Alsof hij dus plat op zijn buik ligt met zijn voeten omhoog. Die valt even een beetje weg achter de rotsrat. En dat is een rots die zal nog iets duidelijker aangeven. Zo. Hop. En vervolgens krijgt het beest ook allemaal spikkeltjes die een beetje aangeven dat de vacht is wat ze in het Engels noemen grizzled, oftewel, even zijn oren ietsje duidelijker, grizzled, oftewel dat er dus allerlei spikkels eigenlijk in zitten, doordat er door de bruine haren ook nog allemaal grijze zitten. Zoals we ook eigenlijk bij mensen zien die dus een beetje hun donkere haren aan het verliezen zijn en daarvoor in de plaats wit haar krijgen. Dus op deze manier geef ik het nog even extra aan. Zodat we zien dat dit beestje niet afbeest. Ze wegen best wel veel naar het schijnt, enkele kilo's. Niet egaal één kleur is, maar dat er wat meer in zit. Ik doe het op de kop ook nog ietsje subtieler. De neus maakt nog ietsje duidelijker, want dat is hier bij het levende beest ook. Zo, wij hebben één rietrat.